Het is vandaag 9 juli en het is vandaag Pinksterkoeken uitdelen in Westerhoven in de Sint-Servatiuskerk. Pinksterkoeken op 9 juli, daar zullen we denken. Ja, want ze hebben vandaag de dankfeest omdat het einde van het schooljaar wordt gevierd en dat er dan heel veel kinderen hier in de kerk zitten. En wat het is en wat het voorstelt, die Pinksterkoeken, daar ga ik mee praten met het Nout van de Nieuwhuizen. En die is al meer dan 40 jaar lid van het Pinksterkoekencomité. En die heeft vandaag afscheid genomen. Proficiat. Had het altijd heel graag gedaan. Ja, het Pinksterkoeken dat dateert van heel lang geleden. Toen was er in Riethoven een jonge man, dat was Maarten Bouwens. Een hele slimme, intelligente man, of jonge man. En die is uiteindelijk gaan studeren aan de Universiteit van Leuven. Daar heeft hij godgeleerdheid gestudeerd, is afgestudeerd, is later priester, was dus priester daarna en is later bisschop van Ypres geworden. En die bisschop die bekommerde zich echt om de armere jeugd in die tijd. En dat geldt dan voor de dorpen rondom Riethoven, want hij kwam zelf uit Riethoven dus. En daarvoor heeft hij een legaat ter beschikking gesteld. Een legaat, dat betekent dat hij een bedrag, hij was goed bemiddeld, hij had veel geld. Hij heeft een bedrag ter beschikking gesteld om daar wittebrood van te kopen voor die kinderen die soms nauwelijks te eten hadden. En later is die traditie, dus van dat wittebrood, is veranderd in Pinksterkoeken die met Pinkster uitgereikt worden. En dat zijn eigenlijk hele grote krentenbollen. En die werden gebakken door bakkerij Schellens in Westerhoven. Dus wat Westerhoven betreft. Bakkerij Schellens, er was een broodfabriek hier in Westerhoven, waar ook beschuit gebakken werd. En later hebben die dus volgens het recept, die hadden een bepaald recept voor die krentenbollen. En dat is later overgenomen door Van Heeswijk, bakker Van Heeswijk in Laakschessel. Ik interrupeer even, want ik wil het wel hebben over de Pinksterkoeken, de gebruiken van waarom dat kinderen die Pinksterkoeken krijgen. Want daar zit toch het een en ander aan vast, niet? Nou, het is ontstaan dus de arme kinderen die dat witte brood kregen, die eigenlijk niks te maken hadden, die vaak onvoldoende eten konden krijgen. Daar is het dus mee begonnen met dat witte brood. Daar is geld voor ter beschikking gesteld. En dat is later dus, zijn later die Pinksterkoeken gekomen. Maar die kinderen moesten er wel wat voor doen. Ja, bij de uitreiking moesten de kinderen dus het Onze Vader, het Weesje Groet en het Eer aan de Vader bidden. Ja. En ook dat gebruik hebben wij nu nog steeds bij de uitreiking. Dat samen met de pastoor in dit geval die voorgegaan is, dat ze de kinderen samen moeten bidden. Ja. En het is best lastig om die kinderen die dan daar buiten staan en weten, we krijgen dadelijk een krentenbol, om die dan voor de microfoon te krijgen. Ja. Maar dat is inderdaad een belangrijke voorwaarde, er moet gebid worden. We hadden het straks over het legaat. Daar heb ik ongeveer uitgelegd van dat geld is, dat potjes. Dat legaat, hoe groot was dat? Dat legaat dat werd uitgedrukt in Rijnlandse gulders in die periode. Ja. En dat was ongeveer, maar je moet me niet op een paar tientjes pakken. Dat was ongeveer een 3.000-4.000 Rijnlandse gulders. Dat was een behoorlijk bedrag. Ja, ja. Wat is er nog van over? Van dat bedrag is niks meer over. Maar wij hebben via sponsoring van mensen in Westerhoven, ondernemers enzovoorts, hebben wij een behoorlijk saldo waar we nog tot in lengte van jaren Pinksterkoeken kunnen kopen. Dus, financieel staan we er, als dat de vraag is, financieel staan we er goed voor. Oh nee, dat is goed. Dan. Nee, maar ik dacht van, dat geld dat moet toch opgegeven, het moet toch op zijn. Dat zou anders al lang op geweest zijn, ja. Ja. Vroeger gebeurde dat met Pinksteren. Ja. Ja. Nu zijn we dus naar het einde van het schooljaar gegaan. Is dat de eerste keer eigenlijk? Nee. We hebben dat al een jaar, 3 of 4 keer geleden. Dus 3 jaar of 4 jaar geleden hebben we dat gedaan.
na de dankdienst van de communicanten en de vormelingen en het einde van het schooljaar. En de reden is, wat u al zei, dat er dan veel kinderen in de kerk zijn. Ja, ja, ja. En is daar veel belangstelling voor? Ja, daar is altijd... we hebben het net gezien, we hebben net de Pinkstkoeken uitgedeeld. Hè. Je bent erbij geweest en dan zie je daar heel veel mensen staan, toch, met kinderen. En er staan tot onze verrassing ook altijd mensen bij die niet in Westerhoven wonen. Die gewoon hier voorbij komen of die ervan gehoord hebben. En die krijgen ook allemaal een koek uitgereikt. We zorgen dat we voldoende voorraad hebben om alle mensen die op het kerkplein staan, die krijgen een Pinksterkoek. Ja, ik hoor net dat de cameraman geen Pinksterkoek in gaat. Maar hij zegt, wordt altijd overgeslagen. Nee, maar dan krijg je hem nog. Als iemand hem verdiend heeft, dan is hij het toch wel. Kijk, ja. Heel goed. Is het ook heel belangrijk dat dit in ere wordt gehouden? Ja, het is een eeuwenoude traditie. En ik ben niet ouderwets, ik ben... modern, dat word je wel als je een gezin hebt van 4 kinderen, dan moet je met de tijd mee. Maar ik vind tradities die in zo'n dorp leven en in zo'n dorp geboren zijn, ik vind dat je die in stand moet houden. Maar is daar gevoel voor? Van, zijn er mensen, jij stopt er nu mee, ja? En je hebt een opvolger, hè? Want die staat al klaar, denk ik. Hè? Ja. Ja. Dus... Dat continueren. Maar bij de mensen zelf, hoe enthousiasmeren die om dat te doen? Nou, mensen die, om het te onderbouwen, mensen die nu 80 zijn, of rondom die leeftijd, en je praat over Pinkstkoeken, dan zeggen ze, goh, die hebben wij toen ook nog één gehad, toen ze jong waren. Dat viel mij op. Ik heb buiten mensen gesproken die zeggen, ja, dat deden wij vroeger ook al. Ja, dat is toch fantastisch. En ik heb er net gezegd, 4 kinderen. Onze kinderen die zijn uitgezwaaid in Nederland. En toen ze hoorden van dat het Pinksterkoeken was, dan wordt er meteen gezegd, pap of mam, je bewaart er wel een voor ons. Hè? Dus dat is echt... Ik denk dat het een traditie is die leeft in Westerhoven. Dat denk ik niet, daar ben ik van overtuigd. Heel fijn. Ja. Heel fijn. Ik zou jou heel hartelijk willen bedanken voor dit gesprek. En heel veel succes en kijk terug op een mooie periode als voorzitter van het comité Pinksterkoek. Ja, heel graag gedaan hoor. En bedankt dat jullie er waren. Wij hebben dat heel graag gedaan. Okay. Want wij zijn op zoek naar die dingen, uit de krenten uit de pap, om dit aan de mensen te laten zien. Ik weet niet of ik nog één ding mag zeggen. Ja. Toen ik gevraagd ben voor het comité, toen was dus de opa van André, dat heb ik verteld, hè, die was al in de 80 denk ik. En met hem zat nog iemand, ook van dezelfde leeftijd ongeveer, in het comité. Die heeft mij gevraagd, ik ben in het comité gekomen. Tegelijkertijd met Albert Quinten en Frans Kuilaars, we waren met z'n drieën. Toen hebben we eigenlijk wel een beetje een nieuwe vorm gezocht. Onder andere met de fanfare en nog wat dingen veranderd. En die twee, dus mijn compagnons, mijn mede-organisatoren, die zijn allebei veel te vroeg overleden. En daarop is Thomas van Hulsel erbij gekomen en zijn nu de twee André's erbij gekomen. Ik wou toch graag even zeggen dat we met z'n drieën toen weer een kleine nieuwe start gemaakt hebben. Het was continuïteit, maar als er nieuwe heren komen, dan komen er toch ook wat veranderingen. Maar dat is wel goed verandering en dat het doorgaat. Ja, en ik moet zeggen dat de reacties van de mensen in het dorp ook altijd heel fijn zijn. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Graag. Beste mensen, we hebben naar mijn gevoel weer het een en het ander bijgeleerd over de Pinksterhoeken. Ik heb het altijd gehoord, maar ik wist nooit waar, hoe en wat. Dat weten we dus nu wel. En ik hoop dat jullie er ook van geleerd hebben. Dus ik zou zeggen, wees voorzichtig, houd u goed en tot de volgende keer.